Financieel-economisch deskundige Anand Bihari heeft een somber beeld geschetst over de Surinaamse economie. Hij deed dat dinsdagavond tijdens de lezing en discussieavond van de kenniskring met als thema Fitch degradeert Suriname. Gaan wij failliet? Volgens Bihari wijzen alle analyses en verwachtingen erop dat de economie een neerwaartse trend vertoont. De economie daalde in 2015 tot -3% en in 2016 tot -9%. Fitch heeft zelfs een verdere daling voorspeld. Ook de Vereniging van Economisten wint er volgens de kenniskring geen doeken om dat Suriname richting faillissement gaat, als er niet aan de noodrem wordt getrokken en snel productieprocessen op gang worden gebracht. Volgens inleider Bihari heeft de regering onder meer afspraken gemaakt met de IMF om daar later op terug te komen. Dit is geen goede situatie, zegt hij. Daarvan is de regeringsleider eigenlijk ook min of meer aangegeven en uitgesproken van als ik dat doe, sturen ze mij naar huis. Daar zit echt de kern van de waarheid in. Dus dat is wel de realiteit. Dat kan ik u wel meegeven, dat als zij datgene uitvoert wat in het plan zit, dit volk hem naar huis stuurt. Dat staat overeind. In 2016 zien we ook dat er sprake is van een devaluatie. Afhankelijk van je meetmomenten, maar grosso modo kun je zeggen dat we 90% devaluatie hebben moeten incasseren. En vervolgens zien we in de realiteit dat er een begrotingsvoorstel eind september, dacht ik, wordt ingediend voor 2017. Er wordt een kleine aanvang van gemaakt om het te gaan behandelen, daarover te debatteren, maar het is uitgesteld geraakt tot april, meen ik mevrouw. Mei wordt het. Wel nu, als dat uw realiteit is, dan moet u nu kunnen inschatten dat er een verbetering komende jaar er niet in zit. Dat is wat. De deskundige zegt verder dat er nergens sprake is van goed bestuur. Onder andere moeten overheidsbegrotingen er beter gecontroleerd worden door de rekenkamer. De manier waarop dat nu gebeurt, roept echter vraagtekens op bij Bihari. Je behoort je begrotingswet als norm te hanteren in je toetsingsproces en niet een begrotingsvoorstel. Maar dat is wat ze doet, dat vermeldt ze in haar onvolledige rekenkamerverslag. Het gaat verder voorbij aan alle DNA-leden helaas en de media pikt het ook niet op. We zien dat dat gebeurt. Niemand zegt er wat van en men gaat rustig door. Dus wat ik eigenlijk wil meegeven aan de hand van dit plaatje is namelijk dat de begrotingspraktijken in dit land simpelweg volkstoneel inhouden. Ik vind het een schoffering van het volk dat dit hier kan gebeuren. Maar het is gebeurd. Alus Anand Bihari, financieel-economisch deskundige. Hij sprak dinsdag in het Lala Roekgebouw tijdens de lezing en paneldiscussie georganiseerd door de kenniskring. Hij geeft tenslotte aan dat de toekomst van de Surinaamse economie er niet rooskleurig uitziet.